Gewoon je sets, hè. Kijk in het trainingsprogramma. Iedere week heb je een ander trainingsprogramma. Dat is totaal 10 weken. Dit is de week van week 1, dus het bouwt zich langzaam op. Hoe je precies de oefeningen doet, dat lees je allemaal in het programma. Ja, vandaag vrijdag, dag 5 van de Fit of Fat uitdaging. Vrijdag gaan we weer een aantal oefeningen doen. Het programma is opgebouwd dat je gedurende de week een trainingsschema hebt. Een combinatie van krachttraining en van cardio. En vandaag is een krachttraining op vrijdag. Let ook op je voeding. Nogmaals, het is nu week 1. Week 1 is nog in de acclimatiefase. Dus volg de stappen in de e-boeken op. Zodat je die stappen volgt qua voeding. De voeding 10 en de training 10. En je zal merken dat je steeds meer, je lichaam steeds meer gaat wennen aan de nieuwe situatie. Ja, je hebt spierpijn, je lichaam is nu aan het transformeren. Dus nu wordt het begin gelegd, dus in de eerste 2 weken wordt de basis daartoe gelegd. Vandaag is een belangrijke dag, dus je eerste triceps, biceps en schoudertraining van het programma. Nou, misschien heb je nog spierpijn, doe je al mee, heb je misschien spierpijn van de vorige dagen. Dat kan, dat hoort ook bij het programma, maar als het lichaam gaat eraan wennen. Vandaag de eerste training, kijk het exacte trainingsschema in het programma. Welke oefeningen je moet doen en welke volgorde. En dan ga het vandaag doen. Zorg dat je weer lekker snel klaar bent. Doe het gewoon thuis of op de sportschool. Nog een kleine aanwijzing voor de trainingen. Doe elke training die je doet met aandacht. Dus doe je straks een oefening en doe het met aandacht op bij de oefening. Dus zorg dat je echt gefocust bent, dat je een bepaalde spiergroep gaat trainen. En dat je daar ook op richt als je aan het oefenen bent. Combinatie maakt tussen je geest en de spier. Dat is bevorderlijk voor je spieropbouw. Oké. Ik zeg nu vrijdag. De video ga ik online zetten voor jullie. Nou, doe je nu mee, doe de uitdaging mee. Kijk je er nu naar. Wil jij ook een transformatie ondergaan? Ik ben nu nog in de eerste week. Je hebt in de eerste video in mijn voorstatistieken gezien. Nou, langzaam maar zeker gaan we het opbouwen. 70 dagen, dus het gaat niet in één keer. Dus wees geduldig, doe gewoon oefeningen, stap voor stap. Gewoon bouwt zich op. Langzaam zeker zal je transformeren. En dat zal je ook in deze video's gaan zien, hoe ik nu ben. Dus nu vrijdag week 1 en door naar het volgende in het programma. Dus doe mee, ik ga de uitdaging aan. Ik zie je graag binnen het programma. En in ieder geval kan je op de website allerlei gratis informatie krijgen. 6 stappen voor voorbereiding. Dat je in ieder geval kan kijken of het wat voor je is, of dit programma, of je daar fijn bij voelt. En dan kan je er alles over vinden, informatie ook over trainen en voeding. En dan heb je echt serieus, ga dan het programma volgen als je echt serieus af wil vallen en sterker wil worden. Tot de volgende keer.